Dordrecht pakte in de laatste drie wedstrijden maar één punt. Het won in Deventer tegen Go Ahead. Nu speelde thuis en komt het op voorsprong. Rijsdijk met zijn 8e van het seizoen. Na iets meer dan 20 minuten, Dordrecht begint ook het beste aan de wedstrijd. Maar in de tweede helft is het vooral Go Ahead goed uit de kleedkamer gekomen. Dit is de bal van Houtkoop en die dwarrelt over Warne Haan heen. Hij snapt het zelf niet, maar het is wel 1-1. Hij scoorde vorige week 2 keer tegen Fortuna Sittard, toen Go Ahead weer eens won. Voor het eerst sinds 5 wedstrijden. En nu een fraaie goal en de gelijkmaker. En dat geeft moed bij Go Ahead. Prachtige knal van ver. Toeroets, bal op de lijn. De botsing met Haan. Maar die bal van Toeroets zit er niet in. Onderkant lat en dan echt op de lijn. Maar de botsing daarna levert problemen op voor doelman Haan. De assistent heeft het goed gezien. En Haan moet worden vervangen. Ramon Lugano Benavides komt ervoor in de plaats. Ten Hag twijfelt nog steeds of die bal wel of niet over de lijn was. 21 jaar, deze doelman met Mexicaans bloed in de aderen. Zijn eerste competitieminuten stond wel in de goal tegen Scheveningen in de bekerwedstrijd in oktober. Maar nu moet hij dat punt veilig zien te stellen. Promes op Antonia. En daar is die doelman. Die pakt de bal. En voorkomt daarmee de goal voor Go Ahead. En zo eindigt dit duel tussen Dordrecht en Go Ahead onbeslist. 1-1. Pakt hij een punt voor de ploeg van Gert Kruijs. Ten Hag kan er ook wel mee leven.